Een prachtige namiddag in het pittoreske Puurs Sint-Amans, Parel aan de Schelde, al zeg ik het zelf. En vandaag ben ik op zoek naar een brievenbus die wel heel speciaal gebouwd is. Hola. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Ben. Ik ben Bram. Ik ben Marilou. Dag Marilou. Louis. Dag Louis. Christine. Dag Christine. Ik wil eens eventjes praten over jullie brievenbus. Komen jullie even mee? Ja, graag. Kijk eens aan, dat is dus echt wel een van de meest originele brievenbussen die ik al gezien heb. Wat is het verhaal? Ik werk in het onderwijs. Ik werk hier in de technische school in Chabi. Onze leerlingen van Lasse Constructie wisten dat ik van Mun van Leeuwen, dat ik dat wel heel leuk vind. En die zijn aan de slag gegaan met echt een klein figuurtje op te meten. Het gaan verschalen naar deze ware grootte. En ja, we zijn daar heel blij mee. Ja, dat zal wel. Worden daar veel op aangesproken? Echt wel. Eigenlijk wel, hè. Dat is echt wel wekelijks dat we daar complimenten op krijgen, eigenlijk. Ja. Af en toe, ah, kijk, Playmobil, ja, dat is dan wel jammer natuurlijk. maar de meeste mensen hebben het wel juist. Heeft ze al een fanpage? Nee, die, toch niet. Ja, wij noemen hem soms Jordi. Maar we hebben wel al gemerkt dat ze hier en daar op een Lego-forum of Lego-verzamelaars toch wel een foto van trekken, dat ze daar af en toe wel eens aan het circuleren is geweest. Voor jou is dat ook gemakkelijk, zeker? Dat je kan zeggen tegen je vriendinnetjes van ja, die moet gewoon naar het huis met het Lego-mannetje. Ja, soms wel. Hebben jullie een vast postritueel? 'S Morgens, vanaf dat ik opsta, wandel ik meestal wel eens tot bij de brievenbus om mijn krant te komen halen en die te lezen. En de andere post is Marilou wel veel, denk ik eigenlijk. Oei, er ligt nog iets in. Wat is dat? Dat is een grote kerstmuts voor onze brievenbus. Jullie kleden die zelfs aan. Ja. Zet hem er eens op. Voilà. Zullen wij samen naar uw post gaan kijken? Oké, dat is goed. Ja. Ja, de krant is meestal voor mij. En dan, ja, ik denk dat jij graag ook wel de rest leest. Ja, ik vind dat wel leuk om door de reclamefolders te bladeren. Ik ga er wel een keer in kijken van is er een leuke actie of doet er een winkel soms iets extra. Het is wel leuk bij Torfs bijvoorbeeld. En gaan ze dan ook persoonlijk de naam van de kinderen erbij zetten. Als die jarig zijn en een kortingsbond, is het wel leuk om gewoon post te krijgen met hun naam op. Je komt er voor de kinderen soms ook post binnen? Ja, op woensdag is het toch altijd zo, de dag dat ze naar uitkijken, dan is de Jommekeskrant daar en dat vinden ze toch wel heel leuk. Daar wordt voor gevochten wel. Ah ja, oké. Okay. Ja. Waarom vind jij post zo belangrijk? Ik vind dat wel leuk dat dat gewoon iets tastbaar is. Dat is ook wel soms iets tof om bij te houden. En je krijgt ook soms wel leuke aanbiedingen dat je ja, online soms over het hoofd ziet tussen al je drukke mail. Schrijft Bram nog veel brieven voor u? Dagelijks. Te weinig. Ik denk dat je dringend een brief moet schrijven. Dat zou kunnen. Heel belangrijk. Oké, maar dat is dan geregeld. Ik vind dat hier een geweldig plekje. Is dat oké dat ik dan zaterdag langskom om mijn krant hier te lezen, een vers koffietje? Je bent welkom. Ja? Ik snap dat.